8 tips en behandelingen voor hangborsten. Het maakt niet uit hoe groot je borsten zijn of welke vorm ze hebben. Borsten kunnen een van de meest prominente en verleidelijke vrouwelijke eigenschappen zijn. Hoewel het volkomen normaal is dat je borsten met de tijd steeds minder stevig zullen worden, zijn veel vrouwen op zoek naar bepaalde gewoontes die dit proces kunnen vertragen. Hierdoor zijn er allerlei producten, technieken en chirurgische ingrepen ontwikkeld om hen hierbij te helpen. Helaas zijn de meeste van deze veel te duur en kan de meerderheid ze niet betalen. Er zijn echter ook genoeg tips en natuurlijke technieken die je kunnen helpen om je borsten sterker te maken en ervoor te zorgen dat ze stevig en goed gevormd blijven. In dit artikel delen we de top 8 beste behandelingen voor hangborsten die je meteen kunt opnemen in je dagelijkse routine. Een van de beste natuurlijke manieren om ervoor te zorgen dat je borsten er mooi uit blijven zien, is de spieren rondom de borst trainen. Hoewel er een hoop verschillende trainingsschema's zijn ontwikkeld voor dit doeleinde, delen wij in dit artikel 3 oefeningen die je kunt proberen. Het doen van push-ups zal helpen om de spieren die onder de borsten zitten sterker te maken. Deze beweging zal je borsten steviger maken en overtollig vet tussen de omliggende weefsels verminderen. Oefeningen met gewichtjes zullen niet alleen je borsten sterker maken, maar zullen ook helpen voorkomen dat de huid rond je armen slap wordt. Houd met elke hand een gewichtje vast en voer ongeveer 5 tot 10 minuten verschillende oefeningen uit. Houd in beide handen een gewichtje vast en houd deze voor je uit met je ellebogen gebogen en je bovenarmen langs je lichaam. Strek je armen volledig uit naar voren en ga dan weer terug naar de beginpositie. Doe hiervan 3 sets van 5 of 10 herhalingen. Behoud een goede lichaamshouding. De voordelen die een goede lichaamshouding biedt, gaan veel verder dan alleen het vermijden van spierpijn. Je borsten zullen gelijk steviger zijn en je figuur zal er slanker uitzien. Ijstherapie. Ijstherapie is een geweldige manier om je huid egaal en je borsten steviger te maken. Zorg er wel voor dat je het ijs wikkelt in een katoenen doek, zodat het niet direct met de huid in aanraking komt. Masseer de borsten vervolgens zachtjes met het ijs door ronde bewegingen te maken. Oefen niet te veel druk uit. Doe dit elke dag 5 minuten lang om de beste resultaten te zien. Olijfolie zal niet alleen helpen om je huid egaal te maken, maar zal de huid ook hydrateren en de bloedsomloop in delen van het lichaam waar je de olie hebt aangebracht verbeteren. Wanneer je olijfolie regelmatig gebruikt, zal het spierweefsel sterker worden en striemen minder zichtbaar. Natuurlijk masker voor de borsten. Dit masker gemaakt van geheel natuurlijke ingrediënten is in staat om de huid te voeden en om te voorkomen dat je borsten al op jonge leeftijd beginnen te hangen. We moeten hierbij echter wel aangeven dat dit masker alleen bedoeld is als aanvulling op regelmatige lichaamsbeweging en een goede voeding. Ingrediënten: 1 eetlepel gewone yoghurt, 12,5 g, 1 eetlepel van een olie die rijk is aan vitamine E, 15 g, 1 ei. Wat moet je doen?
Doe alle ingrediënten samen in een kom en meng ze met een lepel goed door elkaar. Verdeel dit masker over beide borsten door de borsten zachtjes te masseren. Laat het 30 minuten zitten en spoel het dan af met koud water. Probeer het masker 1 keer per week te gebruiken. Draag de juiste BH. Er zijn genoeg verschillende soorten BH's ontworpen die bedoeld zijn om de borsten groter en aantrekkelijker te laten lijken. Het is echter belangrijk dat je een BH kiest die goed past en dat je BH's die te strak of juist te los zitten vermijdt. Kleimasker voor de borsten. Nog een behandeling die je thuis kunt proberen is een behandeling waarbij je profiteert van de geweldige eigenschappen die klei heeft. Ingrediënten: 2 eetlepels kleipoeder, 20 g, 1/4 kop water, 62 ml. Wat moet je doen? Meng het water met de kleipoeder tot er een dikke pasta ontstaat. Smeer beide borsten in met een dunne laag van dit masker en laat het 30 minuten zitten. Spoel het af met koud water. Gebruik deze behandeling maximaal 2 keer per week. Er zijn genoeg ongezonde gewoontes die in verband kunnen worden gebracht met een grotere kans op hangborsten. Enkele van de meest voorkomende gewoontes zijn: roken, overmatig alcoholgebruik, zonnebank, het dragen van te grote of slappe BH's, een vetrijk dieet, een zittende leefstijl. Onthoud dat je altijd consistent moet zijn om positieve resultaten te zien. Er zal echt helemaal niets gebeuren wanneer je deze tips 1 keer uitprobeert en ze vervolgens voor altijd vergeet.